Oh no, Sarah. Oh no. Oh, wipwap. You found the wipwap. Kom je? Wat een gangster, als je toch iedereen staat mee dansen, behalve ik dan. Hey, lieve mensen, leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe vakantievlog. Wakker geworden in Ibiza. Woesh. En daar zaten we opeens aan ontbijttafel. We zitten vandaag lekker buiten. En check eventjes gewoon het uitzicht dat hier. We zitten zeg maar op zo'n eerste verdieping. Dus we kijken net een beetje erbovenuit. En onze hotelkamer zit hier achter door de bomen. En hier zaten we gisteravond beneden. Dus we gaan eerst even lekker ontbijten. Iedereen is al lekker aan zijn zakje. Ja, er is genoeg keuze. De kinderen zijn vooral blij met dit. Wat ze hier kopen. Pindakaas. Ja, dit had hij vroeger op de crash altijd, dat is vruchtenhagel. Dat hebben wij thuis niet, dat haal ik meestal niet. Maar hier op vakantie kan het wel. Hagelslag, shemmetje pasta, pancakes met, wat heb je allemaal? Kipfilet en zo zie ik op je broodje. Echt goed gevuld, echt goed gevuld. En ik heb gewoon ook een broodje ei. Ik heb de pancake was inderdaad op eten, thee erbij. Wat fruit, dus echt lekker genoeg keuze. We hadden nog niet verteld, maar we zitten hier gewoon all inclusive. Dus het is gewoon lekker de hele dag eten. Oké, wij zijn lekker net uitgegeten. We zitten nu even aan de ingang van het hotel. Het was vanmorgen. Ja, het was vanmorgen heel erg bewolkt. De zon komt gelukkig weer door, dat is echt fijn. Lastig is natuurlijk dat we nu in oktober hier vakantie zijn, dus je weet het natuurlijk nooit met het weer. Maar de temperatuur is lekker, ik loop gewoon in mijn hemdje. Het is gewoon ondanks bewolking, is echt super lekker weer. Dus, precies, ja. Ik vind het wel top. Nou, wat we dachten misschien wel even leuk is om te doen, we hebben het hotel ook niet helemaal gezien. Dus ik dacht, we gaan even een rondje door het hotel lopen. We hebben een beetje hotel verkennen, doen we altijd de eerste dag. En dan gaan we even kijken wat er allemaal is. Oh, en wat trouwens ook heel grappig is, dat het dus een hotel van Corendon is. Maar er zijn dan 80% Nederlands. Voor de eerste 20 hotels heb ik zoveel Nederlandse mensen. Dat is wel één kant fijn, want daar hadden iedereen in Turkije bijna met niemand praten. Nu wel. Nee, precies. En het animatieteam is ook in het Nederlands, want vaak in het buitenland is het alleen maar Russisch, Engels en dat soort dingen. Ik zou zeggen, we gaan even een rondje lopen. Eerlijk, omgeving. Prachtig, echt die palmen. Auw! Oh, sorry, stap je voet. Nee, maar ook voor alles. We hebben citroenboom hebben gezien, bananenboom, druivenboom hebben we gezien. Allemaal voor die boom ook. Ja, vet hè. Nou, de huisjes ook, dat vind ik ook echt ik vind het top. Alleen, dat omhoog klimmen is wel een extra conditie, hè? Ja, achtig op het eiland, dus ook hier, De glijbaan! Nou, weet je jongens, ga je maar lekker spelen hier. Ila, schommelen? Hey, dat is leuk. Dus je hebt hier, dus hier overal heb je allemaal Mitchell golfbaantjes. Esra, ik maak je toch in. Zullen we het diertje doen? Wie wint, krijgt hem? Hé, moet je nagaan, als je bal te ver schiet, hoe ver je dan naar beneden? Wow, echt hè? Zo. Ik ben buiten adem. Ja. Die is goed voor ons politie. Die is voor ons. Oh, die is leuk. En toen waren we in de kamer, maar die had natuurlijk gisteren al, of tenminste in de vorige vlog hebben jullie die als het goed is al gezien. Dubbele kamer nog steeds aanwezig. Ja, ja. Oh, ik zal wel even het uitzicht van deze laten zien, want van hier hebben we nog niet het uitzicht laten zien.
hoor. Ja, maar genoeg weer een beetje bewolking nu. Het is een beetje jammer, maar ja, niks aan te doen. De temperatuur is gelukkig goed. Kijk. Oh, jongens, veel uitzichtshots, maar het is toch ook echt een plaatje. Nou, is gewoon genieten van uitzicht, mensen. Ja, nou, zie je het zo. Het is dus ook echt even lekker. Kijk, Eli is ook aan het filmen. Oh. Heel goed, Eli. Alleen ben ik een beetje bang dat hij straks daar beneden ligt, inderdaad, die camera. Eind van de week ligt alles beneden. Ja, maar wat wij dus even zaten te denken, ik hou mijn camera. Als ik hem nu laat vallen, valt hij echt naar beneden. Een vrouwtje van 90 jaar. Oeh, dat is een man. Ik ben wel een vrouw. Wow. Hey, maar wat wij dus even zaten te denken, het is bewolkt vandaag, het is wel lekker weer. Ik dacht, we gaan even lekker een beetje het eiland verkennen. We hebben natuurlijk een autootje gehuurd. Het zwembad vind ik net iets te fris met de kinderen. En ik zag dat het over een paar dagen wel weer volop, warm is het sowieso. Maar echt, de zon gaat lekker schijnen en zo. Dus ik dacht, dan gaan we dan lekker zwemmen. Dan gaan we nu even lekker een beetje de omgeving verkennen. Vind ik ook. Dus zullen we gaan? Ik zeg, let's go. Ja. Kom. Nou, we zitten in de auto. Wat we vandaag gaan doen, ik dacht lekker impulsief. We hebben gewoon even de kaart erbij gepakt. Dat hebben we gewoon navigatie. En we gaan gewoon willekeurig. Want je, kan natuurlijk even inzoomen. Zien waar bijen zijn. Oh, het is echt heel dichtbij. Oh, het is daar achterover die. Welke bij is dichtbij? Ik dacht, we gaan gewoon even lekker naar het strandje toe rijden. Is misschien wel leuk. Dus we gaan gewoon lekker verkennen zonder echt een bestemming te hebben. We hebben geen planning. Ik wist niet dat het zo kort bij was. Ik dacht heel dicht. Hey, ja. We hebben geen planning, we hebben geen bestemming en we hoeven geen benzine te gebruiken. Nee, nou, ze rijden wel goed naar beneden nu. Nou, dit was letterlijk een autoritje van 30 seconden. Het was echt super kort. Ik dacht dat het iets verder zou zijn, maar we zagen wel. Het is anders, maar. Ja, loopt het anders, maar het was echt een leuk strandje. Dus ik dacht, nou, waarom niet? We gaan even kijken. Wat zie je dan, joh? Het is gewoon lekker hier. Nou, we gaan even lekker het eerste strandje bekijken. Zo hoor die echo. Oké, okay. Hey. Hoor je die echo? Test. Ga maar voelen. Zo, we zijn even doorgereden. We zijn nu, waar zijn we aangekomen, Estra? Bestemming nummer 3 of zo. Ja, en dat is bij een boulevardje. Nee, ze hebben gelijk een speeltuintje gevonden hier. Oh, we zijn bij de speeltuin. We zijn bij de speeltuin, goed zo. Nou, we dachten, we gaan even hier zo even een rondje lopen aan de boulevard. Dat is ook wel even leuk, dus even kijken wat we allemaal te zien krijgen. Oh no, Sarah. Oh no. Oh, wipwap. You found the wipwap. Eli, afspreken hè, eventjes hè. Ja. Hé, hey, we kunnen misschien even lekker nu gaan eten dan. Iedereen mee? Ik wist het. Oh. Baby! Dan! Baby zit erin! Oh! Oh! Oh, chaos! Oh! Paniek! Paniek! Baby! Oh, baby is gered. Oh! Hij verkiest gewoon letterlijk baby boven zijn eigen broer. Wauw, Eli. Het is beter. Eli, nu kan je samen met baby hebben het allebei opgelost. Goed zo. En hij is trouwens wel snel van de wipwap afgegaan, moet ik zeggen. Is nog goed gegaan? Ja. Ja. We zijn op vakantie en waar wachten we op? Ik wou net zeggen, op wie staan we nu weer te wachten, Debran? Huh? Eli? Kom je? Nee. Zullen we even lekker hier op het strandje balletjes schieten? Oh ja, Eli ook. Oh my god, Eli. Kijk, die. Nou, we gaan toch eerst even voor de ijsjes. Oh, lekker. Wat zag ik net? Chocolade-ei. Welke keer dat ik nooit heb? Oh, lekker smaken. Marshmallows. Gaan we hier doen, ja. Nee, die ziet er wel echt goed uit, ja. Marshmallow. Candy floss. Nou, maar kijk wat ze hier hebben, Sarah. Calipo slush. Die Calipo-ijsjes zijn echt. Maar ze hebben geen cola, dat is jammer. Ik neem wel Calipo-cola. Oh, ja, welke smaken zijn? Oh, wacht, er staat strawberry, magic blue en limoen. Of gaan we voor dit ijs? De lekkerste. De lekkerste. Nou, wat zou de lekkerste zijn? Laat het maar weten. Proost. Nou, we gaan lekker als ijsje, maar even zonder gekkigheid. Dit is één bol. In Nederland zijn het er misschien, zijn hoeveel? 2 of 3, hè? Gewoon één bol. Allemaal trouwens. Het zijn echt mega bolletjes. Is het lekker, Doraan? Marshmallow? Is die voor jou lekker, Eli? Ja, ik heb marshmallow. Is marshmallow. Ik heb gehoord dat in Nederland nu op het moment regent. Ja, niks van te merken hier, hè? Helemaal niks van te merken. Je wist het, hè?
Van het strand over naar een lekkere restaurant. En jij met je veggie. Niet met een veggie. Esra? Jawel. Nee. Wat dan? Jij hebt ook een veggie. Jij hebt ook geen vlees erop, hè? Nee, en Ilaatje ligt daar lekker te slapen. Ja, zoals altijd. Dus je krijgt straks te eten. Wat zeg jij? Ja, wel vlees. Ik heb zeker vlees. Ik heb tonijn. Heb jij pizza vis? Ja, pizza vis. En weet je waar ze deze gemaakt hebben? In een steenoven. Dus dit is een echte mensen. En ik heb een lekkere smoothie. Esra? Jij eet smakelijk. Geniet ervan. Vliegen op shouten. Daarna jij ook eet smakelijk. Ga lekker eten. Vlieg, ga weg. Is voor mij. En toen waren we weer een paar uurtjes verder. En zaten we weer bij ons op het balkon. En wat hebben we allemaal gedaan daarvan? Naar een strandje geweest. Ja, maar daarna hier op de kamer. Wat hebben we gedaan? Weet ik niet. Nee, nou, ik weet het ook niet. Want ik heb geslapen. Ik heb een dutje gedaan. Ik was zo moe. Ik kon bijna gewoon niet meer mijn benen staan. Dus ik was even op bed gaan liggen. En ik ben gelijk vertrokken. En ik heb lekker een uurtje geslapen. Nee. Wat jullie bij papa hebben gedaan, weet ik niet. Maar goed, inmiddels... Ik wil rust. Gerust, ja. Het is wel even lekker. En het grappige is ook, nu wij dus helemaal klaar zijn voor het avondeten, want het is nu 7 uur, moet je kijken wat er is gekomen. Het zonnetje, die we de hele dag bijna niet hebben gezien. Kijk dan, de laatste zonnetjes die nog over het zwembad heen gaan, hè? Wij gaan dus zo even lekker eten. En wat wil jij daarna heel graag doen? Show. Ja, hij wil heel graag naar de disco. Dus ja, vanavond gaan we jouw dansmoves zien, hè? Ja, maar mag ik? Nee, laat zien, laat zien. Doe je dansje. Oké. Fortnite dans. Ja, doe maar. Oh yeah. Ik ben benieuwd of ze die hier doen bij de kinderdisco. Hè? Fortnite dansjes. Wat denk jij? Ik denk het niet. Nee, dan doe je hem gewoon, hè? Dan gaan we jou straks op een podium zien, ja? Met Ila. Wie heeft dat gemaakt? Ik hoor. Ja, hij komt hem echt show alsof hij heeft. Nee, die heb jij niet gemaakt. Ja. Hij heeft mooi, hè? Dan kleurt tegenwoordig heel goed binnen de lijntjes. Dan gaan we even papa roepen. Ja. Durf je dat? Ja. Hij zit namelijk op het toilet. Kom. Hoe roep je hem? Oh, ja. Ik kom. Is je al klaar? Ja. Wat ruiken we, ja. Kom, we gaan. Oké, dan gaan we allemaal voor. Er zat bijna niets meer in, dus we vonden dat jij... Oh. Het is echt glad hier. Oeps. Nou, Deborah, we gaan eten. Pak je bordje maar, schat. Nee, joh, dit zijn toch geen eetborden. Het is wel mooi, hè, Debbie? Niet aanzitten. Het is mooi, hè? Nou, we gaan eventjes lekker eten. Kom, ga maar mee. Kijk wat op menu staat. Ja, inderdaad. Oké, nou, we beginnen bij het brood. Dat is gisteravond ook. En Deborah vraagt dus al de hele tijd om pindakaas hagelslag. Want dat hebben ze dus ook gewoon bij het avondeten. Maar we gaan nu even gewoon wat anders eten, schat. En eigenlijk lopen we nu dus verkeerd om, Sarah, want... ijscream. Oh, kijk dit. Deborah, jouw taartje is er weer. Debbie. Je had die gisteren dus ook op. Ah, Red Velvet. Die wil ik. Mama gaat straks die eten. Ja. Nou, ze hebben echt... Oké. Ze hebben echt heel veel gebakjes. Maar in ieder geval veel. Gezonde kant. Lekker fruit. Oh. Hè? Ja. En lekker nog wat yoghurtjes. Met wat ontbijtgranen ook nog. Nou, wat staat er op het menu? Vertel. Oh, deze was lekker. Die had ik gisteren ook. Gebakken rijst. Ja. En hier hebben we spaghetti. Oh, dat vinden kinderen wel lekker. Wat zeg jij? Nou, ik... Oh, hier, kijk. Nee, ik dacht misschien voor jou ook spaghetti. Ja? Frietjes doen we andere keer weer. Wat zeg je? Als ik sta, hè. Als ik dit heb, dan mag ik dat. Oké, hoe werkt het dan? Nee, hier staan. Maar zo werkt het niet. Je kiest nu gewoon en dan zeg je als ik die kies. Dat gaat hem niet worden, vriend. Nou, grote mensen voedsel. Wat is dus al lekker? Die aardappel met kaas. Vlees, vis. Laatste stukje vlees voor Sam. Ah nee, ze vullen goed bij. Want kijk eens wat hij daar aan het maken is. Och, lekker vleesjes. Tenminste, niet voor mij. Maar voor meneer, hè?
En dit zijn groenten. Allemaal mosselen. Kijk eens even. Is dit vis en chips of zo? Wat ze in Engeland. Kijk, het zijn patatjes met mosselen. Hey, die ga ik zo nemen. Nou, hier nog allemaal kleine hapjes voor erbij. Volgens mij een beetje Spaanse hapjes of zo. Ik weet niet. Volgens mij iets daar wel veel ham en zo. En hier is saladebuffet. Nog meer salades. En dan komen we weer uit bij het brood. En dan hebben ze zo een heel blokje omgelopen. We hebben een compromis gemaakt. Een paar frietjes, maar dan moet hij ook wat spaghetti eten. Dus alles gaat op, hè? Ja. Nou goed, dit is mijn bordje geworden. Spaghetti, rijst, aardappelen en wat groenten en zo. En Seren, friet, vis en chips, rijst, vlees. Nu Ila zwikkelt meestal van alle bordjes mee, dus... Oh, Deborah. Ook dat gezicht erbij. Deborah, jij wou de hele dag disco. Waarom ga je die disco doen vandaag dan? Hé, hey, hij lekker op papa. Hij gaat langs de kant alleen maar kijken. Chickies kijken. Chickies, chickies. Deborah, deze zijn allemaal te jong voor jou. Je moet een oude hebben. Ja, maar Ila is wel op chickie. Hij blijft voor je staan. Maar hij is wel. Gisteren was het van het podium af, moet je nagaan. Nee, Ila woont niet van het podium af. Wat een gangster, als je toch iedereen staat meedansen, behalve Ila. Nou, en nog even aan ons stoetje, want we waren dus snel net... Ja, ijsje. We waren snel dus net even naar de disco gegaan, omdat Deborah dat wou. Maar jouw dansmoves hebben we niet gezien, Deborah. Ik vind het wel een beetje jammer hoor. Vind ik ook disco, echt jammer hoor. Iedereen had zich erop verheugd. Dan liet je zo'n goede Fortnite dansjes zien. Kan niet hè? Oefenen, kom je daar kan niet hè? Maar we gaan nog even een ijsje eten. We zitten nu even lekker buiten aan het voorkant van het hotel. Het is al helemaal donker buiten zoals je kan zien. Dus ja, ijs. Ja, ijs. Slagroom, ijs. Lekker. Lekker. Oké mensen. Esther is buiten aan het editen, want we dachten we gaan vandaag op tijd de kinderen naar bed doen. Kan ze even haar werk doen? En kan ik nu Esther even laten schrikken? Ik dacht, ik heb even zin in. Schrok je niet? Schrok je niet? Nee. Zo, het is een donkere keer. Nou? Dat ik al een keer wat schaduw zag bewegen. Wacht even, één seconde, ja? Wacht. Zo. Flashlight. Wat zeg je? Nee, ik zag hier wat schaduw bewegen, dus ik zat al... Je zegt mijn schaduw? Ja. Nou, dus niet gelukt. Nee. Hey, wat een lekker nummertje, joh. Wat hoor ik hier? Alasoka. Oké mensen, ik moet toegeven, ik ben dol geweest, ik moest eerst nadenken, maar ik zat te denken om deze vakantie al vaak te laten schrikken, want het moet toch een keer gebeuren. Ze moet gewoon schrikken, vind ik. Toch? Toch? Ze moet schrikken? Ja, vind ik ook. Dit komt van, als Esther aan het editen is, de kinderen zijn aan het slapen, dan verveel ik me kapot. En ik heb geen zin om erbij te gaan, alleen want dat is saai. Nou mensjes, weet je wat ik ga doen? Ik ga weer lekker weer nesten, want na al dat verveling kan ik beter gaan slapen, morgen op tijd wakker worden. Weer een mooie nieuwe dag. Dus ik zou zeggen, geniet jullie ook lekker van jullie dag. Ik hoop dat jullie ook genoten hebben van onze vlog. En daarbij zou ik zeggen van, tot de volgende keer. Veel liefde naar jullie. Doei doei!